Jouw angst voor afwijzing is niet terecht. Als ik kijk naar mezelf, als klein meisje werd ik ook heel vaak afgewezen. En dat heeft mij heel veel pijn gedaan. En juist in het ondernemerschap is het heel erg belangrijk dat je wel die angst durft aan te gaan. Dat je denkt, nou dan word ik een keer afgewezen, jammer dan. Want het zegt veel meer over de ander dan over jou. Het is veel belangrijker dat jij als vrouw durft te gaan staan voor jezelf. Dat je laat zien wat je in huis hebt. En dat je met je hoofd boven het maaiveld gaat uitsteken om het maximale uit jezelf te gaan halen. En dan zul je zien dat die angst steeds minder wordt. Want hoe succesvoller je wordt, hoe meer je kritiek je kan krijgen. Maar dat betekent juist alleen maar dat je het heel erg goed doet. Dus ga het maximale uit jezelf halen en laat dat aan de wereld zien.